met prostaatkanker kan je leven. Dit is de titel van een discussieavond die gisteren is gehouden in de buitensociëteit Het Park. Het doel van deze discussieavond was om verschillende actoren van de gezondheidszorg met elkaar van gedachten te laten wisselen over het probleem prostaatkanker. De voorzitter van de Stichting Prostaatkanker in Suriname, Jess Warning, zei tegenover onze nieuwsdienst dat hij sinds 2005 met dit medisch probleem is geconfronteerd. Hij vertelde onder meer dat ruim 13 jaar geleden zijn leven op zijn kop is gezet. Je leven gaat op zijn kop. En dan gaat het erom van hoe kun je met je directe omgeving, partner, kinderen, vrienden, familie, hoe geef je daar, en de specialist en God, hoe geef je daar richting aan. En zo heb ik het aangepakt en natuurlijk heb ik de juiste mensen op mijn pad kunnen vinden. U vond het belangrijk om deze avond te laten organiseren of heeft u het zelf georganiseerd? Ik heb het zelf georganiseerd. Ik ben voorzitter van de Prostaatkankerstichting. En wij hebben een samenwerking. Kees, kom er even bij. We hebben een samenwerking met de Prostaatkankerstichting Nederland. En gezamenlijk opereren we nu al een paar jaar om ervoor zorg te dragen dat de boodschap van hoe om te gaan met prostaatkanker gestalte kan krijgen. Warning riep met name mannen in het land op hun status bij de huisarts te laten onderzoeken. Prostaatkanker nou een biggie mang tori, beaamde Warning verder. Ik vind dat die prostaatkanker nou een sani pe in een schenging, ko biggie nang asan dat die. En twee, te abing, ne frede im taki. En te taki dat wan taki je pi kan fini. En te op een bepaalde leeftijd. We denken kan de boven de 45, 50. Gona dat er tegen dat er jaren nog check mi PSA gimi. Want zo lang ik kan go ervaren af wacht ik als aan giwan boskopu, maar ik kan begin go make de man check i PSA. Sana a PSA eigenlijk, want misa basani ma kan die kan broko broko emtje. PSA betekent prostaat specifiek antigeen en zij betekent precies dat na de dat rasabi. Jess Warning, voorzitter van de Prostaatkankerstichting Suriname. De stichting heeft gisteren een lezing verzorgd met als thema Met prostaatkanker kan je leven. De lezing is gehouden in de buitensociëteit Het Park aan de Grote Combiweg.